Sen en Ikea. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik weet dat ik een klein beetje verwaard is, maar ik ben net wakker. Vandaag heb ik er een dekentje bij gepakt, want het was echt koud. Er staat iets voor mijn deur. Dat is niet zo raar in mijn straat, want ja, ik woon hier. Het is hier een straat vol huizen. Mag ik zeggen, ja, vandaag gaan we naar Gent. We gaan er naar de IJzentijd, achter een nieuwe bril. En oogmeting laten doen in de IJzentijd. En nu ga ik mijn outfit uitzoeken voor vandaag. Wel, zeggen dat ik al beter heb geslapen, want ik lig zo graag geen voetjeshouding om te slapen. En dat ging niet, omdat mijn knieholte van achter verbrand is door de zon, hè, van gisteren. Daarom doet het pijn als ik hem plooi. Dus ik doe het best als ik hem zo hou. Maar ja, als je voetjes ligt, hou ik echt zo plooi hem. Oké, dat was een heel raar verhaal. Wat ook wel grappig is dat mijn voeten zo in lijntjes zijn getend. Ik kan het heel klein beetje zien. In het donker kan je nog beter zien, maar hier heb je zo'n lijn en hier heb je zo'n lijn van je van mijn sandalen. En tijd voor een nieuw kalenderbriefje. Dit was gisteren. Ja, ik gebruik het voor mijn journal. En dit is vandaag. Oh, dat is ook wel leuk. We zijn in Ikea! Hallo, ik ben thuis. Het is nu 6:30. Het was een hele leuke dag en terugweg stonden we wel eventjes in Fulle. En ik heb een bril gekozen bij IJzentijd, namelijk de Nina. In een bepaald kleur dat ik niet volledig van buiten weet. Maar hij komt, ik heb hem besteld, mijn oogmeting laten doen. En hij komt hier binnen een week en een half toe. Ik kon ook extra betalen dat ik hem binnen het half uur kreeg, maar ik heb hem eigenlijk niet zo heel dringend nodig, aangezien deze nog werkt. En nu is het tijd voor mijn boodschappen. Oh wauw, dit is moeilijk vandaag. Ik ben naar een aantal winkels geweest. Onder andere naar Albert Heijn en Aldi. Die boodschappen ga ik jullie nu laten zien. Ik heb 3 pakken magere melk gekocht. Ik heb aardappeltjes gekocht met kruiden. Deze zijn vanavond, ik had namelijk echt geen zin meer om nog uitgebreid te staan koken. En 2 pakken gewone jonge Gouda kaas. Normaal eet ik light kaas, maar in de Aldi hebben ze niet zo goede light kaas en dat werkt ook wel goed. Ik
ga ook meteen de dingen tonen die ik in de Albert Heijn heb gekocht. Ik ga eerst deze dingen in de frigo steken. En alle home-related dingen die ik vandaag heb gekocht, komt er nog een shoplog online. En ik ga ook een aantal producten niet tonen die ik ga reviewen in een koopvideo. Want ik had wel zin om die te maken. Wat ik wel aan jullie kan tonen zijn deze worstjes van Garden Gourmet. Ik vind die echt super lekker. De vegetarische rookworst is het jammer genoeg nog altijd niet terug in het armen. Vandaag was er ook 20% op deze petit patatjes van de vegetarische slager. Wie mij al eventjes volgt weet dat ik daar verzot op ben. Mijn katje heb ik ook dure sticks gekocht. Deze vind ik super lekker en zijn vegan. Niet dat ik helemaal volledig vegan ben, maar ik vind vegan snoep eigenlijk wel lekker. Dit is voor een video. En nog paté. Ook voor een video. Ook voor een video. Ook voor een video. En deze niet, dat zijn de vegetarische spekreepjes. Ze zijn heel erg lekker. Voilà. Dit is het dan voor de boodschappenhaal. Hallo, worstje eten. Echt lekker die vegetarische worstjes. Hey! Net de laatste aflevering van 13 Reasons Why gekeken. En er zit echt een super stomme cliffhanger op het einde. Ugh, ik haat het. Maar het is oké, het is oké. Ik kan ermee leven. Nu half. Tien. En ik moet mijn zaklamp door mijn gang lopen. Dat is trouwens gewoon een lampje van een sekkerdoos. Dus niks creepy. En dit ben ik. Maar normaal kom morgen mijn appartementje in orde. Dus kan ik eigenlijk de huis bestellen om dat licht te fixen. Ik heb echt het gevoel dat dankzij mijn tripje naar Duinkerken nu overal in mijn appartement zand ligt. Ugh. Ik ga trouwens nu deze vlog afsluiten, want ja, ik ga gewoon in mijn bed nog wat social media checken en dan ga ik slapen. Dus bedankt voor het kijken, vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Oh ja, wat moeten jullie commenten? Comment hieronder welke serie jij momenteel aan het bekijken bent. En of dat je 13 Reasons Why al hebt uitgekeken. Doedels! Oh ja, dat zeg ik niet zomaar omdat ik graag comments onder de video wil. Maar ik ben echt oprecht geïnteresseerd.